Hoi, welkom bij de Pieten-podcast van de Club van Sinterklaas. De Pieten weten niet dat jij meeluistert, maar ze vertellen al hun geheimen aan jou. Luister maar mee. Wat duurt dit lang? Ja, echt. We moeten altijd op Profpiet wachten. Altijd. Hij heeft altijd wat. En dit keer is het echt vervelend. Ja, heel erg vervelend. Want? Ja, nou, Sinterklaas kan niet zonder kleren het dak op. Dus oftewel in zijn onderbroek. Nee, zie je dat voor je? Dat kan echt niet. Nee. Dat kan echt niet. Zou wel heel grappig zijn. Profpiet heeft altijd wat. Weet je nog dat Pietenreisje? Oh ja, toen had hij zijn bammetjes nog niet gesmeerd. Dus moest hij eerst nog even lekker zijn boterhammetjes smeren. Een uur op hem zitten wachten. En, en toen met die computerles. Nou, hij doet heel slim. Ja, maar toen kreeg hij zijn eigen computer niet aan. Nee, precies. Zo was het. Ik weet ook nog. Oh, Danspiet, weet je dat nog? Hadden we onze theatershow. Ja. En we gingen beginnen. Alle kinderen zaten te wachten. En op wie waren we aan het wachten? Oh, Profpiet, want hij was de weg kwijt in het theater. We hebben het zo goed verteld tegen hem hoe die moest lopen. En toch, ja, weer helemaal de weg kwijt. Eigenlijk altijd. Ik weet er nog één. Ik ook. Dat is eigenlijk wel de leukste. Ja, we hebben het over hetzelfde. Ik denk het wel. Wat was het ook alweer? Nou, ja. Profpiet zat vast op het toilet. Precies. Nou, zou je hem hebben hoor. Dat was nog een hoop gesjouw, zeg. Prof. Wat een gedoe was dat. Ik was net op tijd. Ze wilden de Pietenstomerij al sluiten, zeg. Dat was toch wat geweest. Het allerbelangrijkste, is het allemaal schoon? Ja, ze zijn helemaal brandschoon. Dat is het lekkerste meer op te vinden. Zeg. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Heb je alles nu mee hier naartoe genomen? Ja, kijk, ik heb de meter bij me. Ja, de meter. Oh, en weet je hoe de meter vroeger genoemd werd? Nee. De mitra. De mitra. Die wordt grappig woord. Die wordt gedragen door bisschoppen. Sinterklaas, dat is afgeleid van de bisschoppen. Interessant. Ja, nou, wat een leuke informatie, prof. Ja. Heb je nog meer? Ja, ik heb hier het witte onderkleed bij me. Het witte onderkleed, dat wordt ook wel de Albe genoemd. Ja, dat is prachtig, hè? Albe. Staat voor zuiverheid. Sinterklaas is natuurlijk heel zuiver. Een zuiver zieltje. Het zuivere zieltje. Ik leer hier nog wat van, prof. Ja, nou, het is in ieder geval heel mooi wit geworden. Ja, dat wel. Goed gewassen. Waar heb ik nou die stola? Hier heb ik de stola. Ja, weet je wat dat is? Dat zijn de twee sjalen die Sinterklaas altijd om heeft. Die vind ik altijd extra mooi. Dat is een teken van waardigheid. Sinterklaas heeft zeker waardigheid. Dat betekent bedaard, beheerst, weet je wat. Hé, en wat is dat? Heb je ook dat mee, de ring van Sinterklaas meegenomen? Ja, die zat toch tussen zijn kleren. Profpiet! Ja, gelukkig is die heel gebleven. Hij is niet meegestomd. Oh, hij is zo mooi. En zo bijzonder. Ja. Hé, Test. Weet jij om welke hand de ring van Sinterklaas zit? Absoluut. Vertel. Om de linkerhand. Ja, en dat weet klopt. Jij waarom? Ja, natuurlijk. Want dan kan hij alle kinderen met zijn rechterhand een handje geven. Ja, en dan doet het natuurlijk geen pijn. Nee, maar zo is het. Maar de ring is ook heel bijzonder. Het is een hele bijzondere ring, toch, prof? Ja, heel bijzonder. Een geheim, ga ik niet zeggen. Ik ga het niet zeggen. Dan zeg ik het wel. Je opent daar deuren mee die voor anderen gesloten blijven. Ja, heb ik het toch gezegd? De Sinterklaas magie zit in deze ring. Ja, kijk, mooi. Ach, wat mooi. Hier hebben wij de mantel van Sinterklaas. Dat is natuurlijk schitterend. Ja, schitterend. Die wappert ook zo mooi. En dan op zijn rug heeft hij een schouderjas, heet dat. Dat is geen keepje, maar dat is een schouderjas. Met van die vrijjes eraan. Ja, dat is lekker warm. En dan zijn staf erbij. Als hij de daken opgaat. Ja, zijn staf is eigenlijk zijn wandelstok. Ja, hè? Met die hele grote schitterende krul op die staf. Prachtig. Ja, prachtig. In ijs en van echt goud. Ja, echt goud. Sinterklaas is een hele Piet. Pieten, ja, ik heb nog een hele leuke vraag hier tussen alle tekeningen zitten. Van wie? Even kijken hoor. Wat een stapel brieven. Ja, leuk hè. Deze is van Jaden uit Apeldoorn. En Jaden is 5 jaar oud en vraagt samen met zijn zusje Sarah, en zij is 4 jaar oud, of Sinterklaas wel eens een trainingspak aandoet. Nou, wat een leuke vraag. Vind ik ook een hele leuke vraag. Moeten wij daar nou echt antwoord op geven? Ja, natuurlijk. Ja, Sinterklaas heeft wel zijn trainingspak aan. Ja, maar dat doet hij dan wel eens als Maar wel in de kleuren van zijn eigen mooie
pak wat hij aan heeft. Ja, rood. Rood. Kleur van de liefde. Ja, rood met wit en goud. Ja. Maar ja, dat zien de kinderen zien dat niet. Hey, dans. Nee, maar ik heb dat af en toe wel eens gezien. Moet jij dan ook altijd lachen? Ja, ik vind dat heel gek. Als het trainingspak komt. Met die rondje om het kasteel. Dan gaat hij even sporten. Ja, en dan doen wij de Pietergym. En dan zie je hem zo heel sneaky zo om het kasteel heen lopen. Ik doe altijd alsof ik hem niet zie. Maar dat vind ik het... Maar ik vind het ook heel grappig. Het is toch een hele lieve man, hè? Sinterklaas is super lief. Ja, super lief. Heel lief. Super lief. Oh, nee. Wat was dat? Oh, nee. Oh, test. Nee. Het is de staf van Sinterklaas. Danspiet, hij is gebroken. Nee. Ja. Oh, nee. De staf van Sinterklaas. Niks aan de hand. Ik ben de prof en ik zorg dat het weer goed komt. Ik vind daar wel een methode voor. Ja, prof, ik moet een beetje sneller. Ja. Niks aan de hand. Het is bijna pakjesavond. Nou, gewoon een kwestie van plakband. Plakband? En de krachtlijm. Krachtlijm? En de omsmelten. En de nieuwe maken. Nee, dat kan niet. Ja, Sinterklaas heeft alles door. Dat kan helemaal niet. Dat kan echt niet. Nieuwe kop. Nieuwe uit Spanje laten komen. Niet met de expresspost. Nee, dat kan niet. Dat duurt veel te lang. Met een vliegtuig misschien. Nee. Over laten komen. Nee, dat is helemaal niet goed. Die staf lenen. Van een staf lenen, hè? Oh nee, dat is best maar eentje natuurlijk. Oh jeetje. Oké, Tess, maak een plan. Ik ga Sinterklaas afleiden. Ja? Danspiet, jij... Ik pak de staf. Allebei de stukken. Ik neem ze mee. Ik zorg dat Sinterklaas niks ziet. Top. En jij profiteert. En ik zal de afzonderlijke helften weer verbinden tot een geheel. Pieter, dit vertellen we tegen niemand. Dit blijft tussen ons. Prof Piet, hup, aan de slag. Mondje dicht.